Het Belgische onder 17 elftal maakte afgelopen maand furoren tijdens het WK voetbal in Chili. De ploeg reikte tot de halve finale en wist uiteindelijk de troostfinale te winnen. De media stond er vol van. De Belgen waren uitzinnig over het team. En drie PSV'ers mochten het brons mee naar huis nemen. Waaronder deze Lennart Daniels. Ja, ik was natuurlijk heel blij. We hadden het jaar daarvoor ook al een heel mooi EK gespeeld. Dus ja, nu nog een WK erbij, dat is ja, super. Dan ga je met twee teamgenoten van PSV. Heb je dan daar nog een extra speciale band mee? Ja, tuurlijk. Je leeft daar heel elke dag bij eigenlijk. Dus ja, je praat veel en nu hier, je ziet ze nu weer vandaag. Ja, daar bij België ben je elke dag bij hen, ja, dus dat is wel speciaal. Ik wist niks over die landen, zeg maar eerlijk gezegd dacht ik van ja, er kon er zwaardere landen uitkomen, maar uiteindelijk waren het toch heel sterke landen en waren we toch blij dat we gekwalificeerd waren voor de volgende ronde. Daniels begon de eerste twee wedstrijden op de bank, maar kreeg in de laatste groepswedstrijd tegen Ecuador toch zijn kans in de basis. Ik wou me natuurlijk bewijzen voor de trainer en gewoon laten zien dat ik klaar voor ben voor een basisplek. Ja, die wedstrijd verliezen we dan jammer genoeg met 2-0, maar uiteindelijk is het toch een mooie ervaring geweest. Verder dan die ene invalbeurt kwam het dus niet voor de Belg, maar toch kan hij zeggen dat hij op een jeugd-WK heeft gespeeld en zelfs een medaille heeft gewonnen. Een grootse prestatie. Nee, ik denk niet dat we het beseffen. Ik denk dat we dat over een maand, als we de beelden nog eens terugkijken, dat we dan denken van wat we nu hebben gedaan is echt uniek. Dan de eerste paar wedstrijden tot aan de kwartfinale ging geweldig. Dan verliezen jullie die halve finale. Hoe groot is die ontgoocheling dan? Ja, iedereen was heel teleurgesteld, want ik denk dat er nog meer in zat. Ik denk dat we nog de finale konden halen en zelfs misschien wel winnen. Maar ja, het is niet zo geweest en dat moet je dan accepteren. Hoe gaat het dan in zo'n ploeg? Dan moet je de troostfinale spelen. Kunnen jullie daarvoor opladen of is het iets van het is toch al het echte haalbare, de eerste plaats is niet meer mogelijk? Nee, iedereen was nog steeds zeer gemotiveerd om toch een medaille te halen. Je hebt toch een medaille op een WK, dat kan niet iedereen zeggen. Iedereen wou dat toch halen. En dan ben je weer, kom je terug in België, hoe is het daar allemaal ontvangen? Ja, we kwamen terug zeg maar, bij de Belgische Bond. Ja, er stond veel pers en media zeg maar, op ons te wachten en onze families. Dus iedereen was blij dat we terug waren. En dan heb je zo'n geweldige ervaring achter de rug en dan mag je weer terug naar Eindhoven. Ja, bij PSV. Het is ook een mooie club, dus ik heb er zin in.